ladies and gentlemen in attendance and boxing fans joining us around the world, it's time for the main event of the evening, the WBC and IBF Light Flyweight Championship of the World, scheduled for 12 rounds of boxing. Jimmy Lennon Jr., dames en heren, heet u en ons welkom in het Great Western Forum in Inglewood, Los Angeles in Californië. We gaan kijken naar de uitdager, Saman Sorya Turong. Het is een Thai en het is voor het publiek en voor ons zowat de grote onbekende. 25 jaar jong is hij, een man uit een Thaise provincie, Kampang Siam, een van de vijf broers Sorya Turong. De enige die bokst overigens. Hij is op papier kansloos, staat 17 tegen 1 underdog. En de Thaise boekmakers laten alleen maar gokken over de ronde waarin deze Sorya Turong zal vallen. Het is een ex-kampioen Muay Thai kickboksen en op zijn 19e koos hij voor de iets nobler art of self-defense. Het is een puncher, hij beschikt over een keiharde rechtse hoek. En dit is de titelverdediger, Humberto González, Chiquita González. 29 al ondertussen, een Mexicaan uit Ciudad Neza, maar hij woont, leeft, traint in L.A., hier dus voor een thuispubliek. Hij is dus ongetwijfeld de publiekslieveling. Na Julio César Chávez, ongetwijfeld de populairste bokser in Mexico. Het is een man van vele fronten en men vraagt zich af wanneer komt er een einde aan het verhaal van deze 29-jarige Old Man River. 42 overwinningen, 29 KO's, 2 nederlagen slechts, 1 historische tegen Michael Carvajal. We gaan onmiddellijk naar de tweede ronde, dames en heren. De eerste was een studieronde met toch voordeel voor Chiquita González. Maar opletten nu bij het begin van die tweede ronde, want González die kan aardig voor de dag krijgen. Maar toch opgepast voor de punch van de man uit Thailand. Vooral die rechter, die is uiterst gevaarlijk. De Thai met witte broek, met gele broek en die gaat nu daar al neer. Dat is de Mexicaan González. Eerste serieuze verwittiging, hij is weer snel recht en dat leek me wel een spookstoot, chef. Het was een zeer korte rechterhoekslag. Een counter als het ware. González liep er tegen. Maar ook in de eerste ronde, Michel, moeten we toch reeds vaststellen dat de Thai een zeer goed bokser is. Hij bokst vanuit een klassieke beginstand. In tegenstelling tot González, dat is een valse garde. En ook zijn palmarès laat vermoeden dat hij over heel wat punch beschikt. In Amerika zou men hem wellicht Dynamite Sorya Turong noemen. Hij heeft 25 kampen gewonnen, waarvan 20 met KO. Van die 25 kampen, alle 25 trouwens, op Thaise bodem in Bangkok. Vaak tegen Thaise tegenstanders, maar ook tegen een paar Zuid-Amerikanen, Mexicanen vooral, die naar Bangkok kwamen om deze Thai-partij te geven. Het is een rustige bokser, repliceert goed. Maar we kennen González reeds. Die is tot alles in staat. De man van vele oorlogen, waarvan deze met Michael Carvajal de beroemdste waren. Het was inderdaad een historisch gevecht, waarbij Carvajal tot 2 keer toe naar het canvas ging. Maar González dan toch uiteindelijk een onderspit moest delven. Maar González kwam terug, kreeg een rematch in Mexico City en won die van Carvajal. En dan kwam er nog een bellen, een derde partij zeg maar, in Orlando en ook die was voor González, de wereldkampioen WBC IBF in deze categorie van de lichtgewichten. Carvajal bewees alleszins dat González naar het canvas kan gaan en tegen een puncher als Sorya Turong. Wil dat wat zeggen? Er zit iets in deze wedstrijd. Vooral de Thai bokst zeer rustig, kijkt goed. Goede verdediging. De Thai, een van de zowat 20.000 jonge knapen die in Bangkok kiezen voor het Thai-boksen. Dat is een middel om aan de armoede te ontsnappen, ongetwijfeld. Maar heeft dan toch de kwaliteiten van de goede bokser. Het zou niet de eerste keer zijn dat een Thai overschakelt van de Thai-boksen naar het Engels boksen. Muang Surin was een voorganger. Die werd ook wereldkampioen. En de Thai schijnt me toch over een zeer gevaarlijke rechter te beschikken die je meestal aanwendt. Encounter en hij durft er ook mee leiden. Dat wil zeggen dat hij die hand als eerste hand gebruikt.
We gaan nog eens heel even kijken naar die flitsende spookstoot. Daar kwam die inderdaad vol in op een counter, González. En hij gaat dan neer. En dan toch een eerste serieuze verwittiging daar. Ook even hoofd tegen hoofd contact daar in deze tweede ronde. We gaan dan naar de vierde ronde van de derde. Onthouden we dat beide boxers geraakt werden boven het oog. De Thai boven het rechteroog. González boven het linker. Gehavende gezichten dus in deze vierde ronde. En benieuwd wat de Thai ervan terechtbrengt in deze open kamp tegen González. Het is niet verwonderlijk dat de boxers met de hoofden tegen elkaar komen in een wedstrijd. Valse garde tegen gewone garde. En dat is dan ook gebeurd. In die derde ronde legde González een rustig meesterschap aan de dag. Hij eiste het midden van de ring op. Maar hij mocht toch enkele goede counters opsteken van de klaarkijkende Thai Soriathuram. Die steeds goed counterde en ook enkele goede initiatieven nam. De man is vooral gevaarlijk bij het uitgaan van lijf en lijf. Heeft doorgaans het laatste woord, zoals hier. Gevaarlijke rechtse swing, rechtse hoek. Hij wordt getraind door een Engelsman, Charles Atkinson. En die heeft verteld dat Chiquita González altijd en overal geraakt kan worden. En wij hebben daar de bokser voor. Aldus Charles Atkinson. En toch benieuwd of de Thai deze González neer kan krijgen. Atkinson kan gelijk hebben, het is een zeer goed bokser. Is goed in alle onderdelen, kan ook zeer goed in counterboksen. Wacht soms de actie van de tegenstander af om dan gepast te counteren, zoals hier weer. González mocht hier weer een rechter direct opsteken. Zeer gevaarlijk die Thai. Defensieve bokstijl, maar hij beschikt over de techniek om dan zwaar uit te pakken, om goed te counteren. En het is dan toch wachten op een offensief van González. Daar heeft hij het patent op. Razende offensieven. Roffelslagen gedurende 30, 40 seconden. Maar Soriathuram is ook weinig voorspelbaar. Hij schakelt ook gepast over van verdediging naar aanval. Op het ogenblik dat men er zich meest aan verwacht. Draait hij goed uit de touwen. Compleet bokser Soriathuram. En nog maar eens bewezen dat onbekend meestal onbemind is. Hij werd in elk geval fel onderschat door zijn eigen landgenoten. Maar nu komt González met een slotoffensief in deze vierde ronde. Dat is de echte González. De fighter. Met de twee vuisten op de tegenstander toestormen. En nu moet de Thai bewijzen dat hij die aanval kan indijken. Dat zal moeilijk zijn. Moeilijk moment voor de Thai. Chiquita is geen banaan, is nu een raging bull, een razende stier. En Soriathuram moet incasseren, maar geeft nog altijd goed terug. Vooral die rechtse hoek is gevaarlijk. Maar nu toch duidelijk overwicht, nog meer uitgesproken voor González, die deze vierde ronde naar zijn hand zet. En dit moet toch indruk maken op de kamprechters. Ja, de Thai is nu een opgejaagd wild. Maar let op voor de puncher, die wordt dan dubbel gevaarlijk. Wanneer hij met de rug tegen de touwen geplaatst wordt. We kijken nog eens naar de meest opwindende beelden uit deze vierde ronde. De actie van González, die het laken naar zich toe wil trekken. We gaan naar ronde 5. En González, zoals we hem kennen, gaat op zijn elan doorgaan. Kijk maar, aangemoedigd door die 6000 toeschouwers die vooral voor hem gekomen zijn. Want in LA wonen veel Latino's. Veel Spaans sprekende Amerikanen of Mexicanen die de grens overstaken. En die Latino's sprongen recht toen Soriathuram een fameuze linkerhoek moest opsteken. Maar blijkbaar zonder averij. Hij skiveert zeer goed. Bokst rustig. Maar González heeft nu toch de teugels in handen genomen. Dicteert de wedstrijd nu. Moet wel op de verdediging letten. Vooral bij het uitgaan van lijf en lijf situaties. Korte counters, korte replieken van Soriathuram. Maar de veelheid van werk komt van González. González die blijft komen en dan ziet het er hier naar uit dat Soriathuram stilaan moet rekenen op de zogeheten lucky punch. Alhoewel je hem niet echt een zuivere lucky puncher mag noemen gezien zijn prestatie hier al in deze aanvangsronde. Vier ronden zijn we. Verder hebben we gehad. We zijn bezig aan de vijfde. Hij repliceert nog zeer goed. Maar González heeft de bovenhand. Ja, het is een destroyer. En hij neemt risico's. En kijk maar. Met succes. Soriathuram naar de grond. Op twee slagen naar het lichaam. Linker uppercut, rechter uppercut.
En González die zal het nu willen afmaken. Aan zijn vormpeil zal het niet liggen, beschikt over een uitstekende fysieke conditie en heeft de ervaring, 29. Bokst ook zeer gevarieerd, viseert zowel hoofd als lichaam. Heeft succes gehad met die stoten naar het lichaam. Het wordt nu zeer moeilijk voor de Thai, die ook hier nog een rechterhoekslag moet opsteken. Wat het neergaan tegen het canvas betreft staan we dus 1-1 gelijk. De Thai in de tweede ronde, of beter in de vijfde ronde. González in de tweede. En even kijken of de Thai die laatste minuut in de vijfde ronde zonder kleerscheuren kan rondmaken. Van kleerscheuren gesproken, kijk eens naar dat aangezicht, naar die rechterflank van dat aangezicht. Gezwollen, het oog al dichtgetimmerd. Ziet nog een halve steek met het linker dan. Natuurlijk, de puntjes van González die mogen er ook zijn. Evenzeer als de Thai heeft de dynamiet in beide vuisten en hij gebruikt ze duchtig. Hier nog een goede rechterhoek van Soria Turan. González komt hier ook geregeld door op de rand van de lage slag. Tracht die dekking van Soria Turan naar beneden te halen. Het is in elk geval een spetterende kamp. Dat hoor je duidelijk aan de reacties van het publiek. Die compleet meeleven, die uit de bol gaan. Einde van de vijfde ronde, waarin deze man even naar het canvas ging en González toch weer even de bovenhand had. Nog eens kijken naar het werk van González en wellicht gaan we die knockdown nog eens zien. Hier zien we de slagen naar het lichaam. Hij bezwijkt onder de overmacht. Hè. Had al twee uppercuts moeten opsteken in het midden van de ring en hier dan de rechter uppercut gedubbeld. Twee voltreffers. Voltooid met het slopingswerken, dan gaat hij neer, Soria Turan. En hier dan ook nog twee rechtse hoeken van Soria Turan. Het zal toch opletten blijven voor González, die nu te wild zwaait met de beide armen open. We gaan naar de zesde ronde. Fysiek en wellicht ook mentaal overwicht voor González. Maar zijn stijl beter is slopend. Ook voor hemzelf. En dat kan een gevaar inhouden. Want een van de zwakke punten is dat bij González althans dat hij wat te overmoedig kan worden en dan op een counter loopt, zoals bij Carbajal in 93 het geval was. En die rechtse hoeken van de Thai die blijven levensgevaarlijk, zeer kort gegeven, maar zeer goed gegeven. Meestal treffen ze ook een doel. Maar het slopingswerk van González dat gaat toch zijn tolle essen bij de Thai. Want het is een slopende wedstrijd voor de beide boksers, maar de verdediger die heeft er toch het meest last van. Hij moet dansen op de muziek van de aanvaller. Goeie counter van Soria Turan hier. De Thai die een fan is van Joe Louis nota bene. Kent hij van cassettes. Heel wat cassettes bekijken en Joe Louis bestudeert. Heeft uiteraard ook cassettes bestudeerd van zijn opponent hier. Van González zal hij wel door en door kennen. Van die kampen tegen Carbajal bijvoorbeeld. Wat González niet mag doen is zoeken naar de KO punch. Hij heeft dat wel een beetje bij het inkomen. Zoekt duidelijk nu. Moet blijven voorbereiden met die rechter direct. Goed werk van González hier. Hij mag de Thai niet volop laten uithalen. Hier is het weer goed werk. Hij bokst nu terug achter een rechter direct. Rechterhoekslag van de Thai. De Thai die toch weer een paar keer goed doorkomt. Nog een minuut en 10 seconden. En dan is het weer afwachten. Wat gaat González doen? Gaat hij weer uitpakken met zo'n verschroeiend slotoffensief? Daar heeft hij nu nog een kleine minuut voor. Soria Turan schijnt toch enigszins terug te komen. Kon daar een paar rake klappen plaatsen. Zowel rechts als links hoeken op de kinpunt van González. Het is een man die niet op een kamp ziet. Hij bokste er 5 in 6 maanden tijd. En daarvan 2 over de volle lengte. Hij zal natuurlijk boksen om de broden. En in Thailand wordt dat wellicht niet zo goed betaald dan in de States. En toch weer in moeilijkheden. Zware en dikke problemen zelfs. Weer op de knieën. En weer op dezelfde manier, bezwijkend onder het overwicht. Inderdaad, het overwicht van González wordt nu duidelijk. Hij is de sterkste man in de ring. Ik dacht dat de Thai eerder neerging van de hoeveelheid van slagen dan eerder door de kracht ervan. En González maakt de klus nu af.
Ja, die ruikt zijn kans. Die wil het nu inderdaad helemaal gedaan maken. Maar opletten voor de overmoed. Maar einde van de zesde ronde. We gaan naar de zevende ronde. En wat doet González? Overmoedig. De klus klaren zo snel mogelijk. En wat kan de Thai? González moest hier weer een fameuze rechterhoekslag opsteken van Soriaturong. En hier is het give and take. Dat is onverstandig van González. Hij is met een puncher bezig. En die rechterhoekslag die komt aan. Amai, de big bang. En González neer. En komt hij daar nog van terug. En kijk naar dat aangezicht. En dan zou ik spontaan zeggen, meneer Filippo, dat is de referee. Grijp in. Dit kan niet. Ja, het is nu zeer gevaarlijk voor González. Zicht volledig belemmerd, een slecht geplaatste kwetsuur boven het oog. En die staat op wankele benen. Rechterhoekslag terug van de Thai. Zeer gevaarlijk voor González. Die man is KO. Filippo moet ingrijpen. Dit kan niet meer. Dikke minuut ver. Hij moet er tussen komen. Filippo gaat in de fout, maar heeft hier toch gezien dat González een verloren man is. En wat niemand geloofde, gebeurt dan toch. Een totale kentering met die fenomenale rechtse stoot van deze man van de Thai. Soriaturong en hij de nieuwe wereldkampioen WBF IBC. En wie had dat durven verwachten? Wat een ommekeer. En of hij daar blij mee is. Maar het was gedurende de wedstrijd wel opmerkelijk dat die Thai steeds goed doorkwam met gepaste, goed gerichte rechterhoekslagen. En van een puncher moet men die best niet nemen. Dat heeft González nu tot zijn eigen schade ondervonden. Zijn 26e zege. En dat moet Thai zijn voor het is allemaal binnen, jongens. En we kijken nog eens naar de meest prangende fase in deze zevende ronde. Een open slag. En dan die enorme rechtse Soriaturong. De eerste Thai die op Amerikaanse grondgebied de wereldtitel grijpt. En dat tegen een Mexicaan, tegen González. Soriaturong wereldkampioen, de gordel die mag mee naar Bangkok. En wat doet González? Aan zijn familie denken of werken aan nog maar eens een comeback. Wie weet.